Hele familie vervloekt. Ik neem me weg. Haal me weg van die vervloekingen. Iedereen kan daarmee zichzelf van afzetten. Mensen moeten ook echt niet denken dat als ze iets naar hun graf nemen dat het klaar is. Dan geef je het alleen maar verder aan dat wat je achteraan het laten bent. Snappen mensen maar niks van... En wanneer je op begin aan je reis om je innerlijke gevoel naar binnen toe gaan. En de vragen zijn maar nergens. Dan moet je dat doen met je intuïtie. Steeds meer mensen die zijn aan het praten toch alsof ze downloads binnenkrijgen. Alsof ze spiritueel zijn. Aan het channelen. Een heleboel zijn gewoon als charlatan zijn ze bezig. En zijn gewoon bezig met volgers creëren. Draait het alleen maar om geld hebben, fame hebben. Maar er zitten wel mensen natuurlijk die met een hogere zelf bezig zijn. Dat wordt allemaal ja, weggedrukt. Terwijl we moeten echt van al dat negatieve moeten af. Dus al dat negatieve moet ook weg. Ja, mensen houden het maar in leven. Het mag maar door blijven gaan. Ze moedigen het zelfs aan. Vinden het leuk, geweldig. Ja, niemand die daardoor maar echt met hun creativiteit ook iets gaat doen. Iets toevoegen aan het bewustzijn. Iets helpen. Nee, je zegt alleen maar alles lastigvallen. Zelfs incest, pedofilie helpen verstoppen. Helpen erfenissen stelen. Alles maar gieren voor geld. Iedereen kan wel zeggen, je vindt alle antwoorden binnen in jezelf. Ja, want daarna ga je het buiten je... Komt het op je af of zo. Je gaat voornamelijk veel vragen stellen, maar als ze maar... Mensen maar blijven liegen. Dan gaat vanzelf je intuïtie. Hè, wat slechts een woord is. Wat je kan uitleden. Een soort van begrijpen of zo. Maar op het moment dat je echt je intuïtie moet gaan gebruiken. En dat je dat echt gaat voelen als je de pleuris schrikken. Hè, wanneer die hele pleuris er ook helemaal uit wil bij jou. Dat gevoel, op die manier intuïtie, dus gewoon een engeltje of een duiveltje, een weegschaaltje die bezig is. En mensen, hun ogen, hun geluid, wat gewoon verandert wanneer ze met emoties spelen. Uiteindelijk wordt er gewoon zoveel bevestigd en komt elke frequentie binnen als ze download. Dus ook als mensen spreken, ook als mensen... iets voelen. Ja, mensen die zijn allemaal maar aan een spirituele zoektocht. En zoeken alles buiten. Terwijl hoe meer je aan het binnen je zoeken bent. Hoe minder je hebt aan je vijf zintuigen. Want alles en iedereen is toch aan het liegen. Overal leugens. Overal, overal maar illusies. Een heleboel gaslighting. En... ja, iedereen doet mij aan het liegen omdat ze ergens bij horen of iets te verstoppen hebben. Nou, is het mensen maar onzeker maken of mensen angstig? Ja, daarmee... Nee. Iedereen is nou eenmaal afhankelijk van iets. Als jij het hoort dat je basisbehoeftes niet afgepakt kan worden. Je weet dat te beschermen. Je bent geen wet aan het overtreden. Dus het wordt ook niet afgepakt van je woorden. Kan je gewoon de waarheid blijven spreken. Kunnen ze instanties langs de deur sturen. Maar heb ik gewoon een vrije mening. En mag ik zeker de waarheid spreken. Laat zoveel mensen zien dat ze aan het liegen zijn. Zoveel laat zien dat ze ook ergens bij horen. Ook zwijgen. Heb ik al een heleboel mensen gezien. Die weten van het plagiaat. Copycat. Gekloon wat bezig is. Die houden zich allemaal stil. Dat zijn allemaal mensen die... daar waar ik dan last van heb en gekloond word. Zogenaamd zijn vooral voorkomen alsof hun de slechterik zijn.
Dus en we hebben allemaal last van dezelfde mensen. Alleen is het dat hun met z'n allen bij elkaar horen. En dan willen doen alsof ik ook bij die hele soap hoor. Met mijn eigen tabbelen. Tap op de vierde pagina. Al die mensen die zogenaamd maar weten wat er speelt. En niemand snapt. Ja, niemand activeert maar iets. Iedereen blijft maar. Ja, ze zweven niet, maar de zwaartekracht of zo, die zorgt dat ze hier al blijft. Om maar te zeggen dat ze geworteld zijn of zo, of dat ze iets doen met energie. Is het gewoon niemand die karma wil oplossen, de leugens, kom vertellen wat er echt speelt. En ja, dan ben je met al die chakras bezig, snap je daarin ook dimensies, tenminste de velden daarvan. Zie je gewoon in welke energievelden mensen aan het hangen zijn, hoe zich daar, alles is dan in één keer energie of zo. Dus hangt er ook aan een leugen of een waarheid, maar het wordt me steeds duidelijker dat het gewoon geen waarheid is, maar alleen maar leugens. Is het echt met is het echt twee deuren waar je een waarheid voor kan zetten? Iemand die altijd de waarheid spreekt, iemand die altijd liegt. Jij geen idee hebt wie de waarheid spreekt, wie de leugen. Maar is het echt, zet achter een van die handen, zet er een proppie. Of haal een proppie in je hand, vraag het aan iemand anders. Laat die andere de vraag stellen. Loop naar één deur toe en vraag, hey, als ik naar die andere deur toe loop. En aan hem vraag of hij het propje in zijn hand hebt. Wat zal hij dan zeggen? Dan maakt het niet uit of dit degene is die liegt of de waarheid spreekt. Als je het tegenovergestelde doet van het antwoord wat je krijgt, zou je zien dat het proppie altijd in de hand is. Daar waar niet de leugen is. En het maakt niet uit wat er komt, de leugen is daar. En ga zelf maar. Je kan op vier verschillende manieren kan je het testen. En dan zou je zien dat overal gelogen wordt. En je moet ervan uitgaan dat de een altijd de waarheid spreekt en de ander altijd aan het liegen is. Dus het gaat niet om de vraag, maar het gaat om wie het propje in de handen heeft. Uiteindelijk moet je alles alles apart, elk laagje apart kunnen zien wat er afspeelt. Moet je echt de kleuren weghalen en het zwart-wit gaan zien. Ga je ook echt naar. Zelfs emoties weet je in hokjes te plaatsen. Ben je alle soort van aan het defragmenteren. Gaat alles weer daar al waar het hoort, zeg maar. Je bent van alles aan het plakken door het denken en de gevoelens, daar een resonantie in te vinden. En je hart die overal maar een balans in maakt, waardoor je dingen aan het accepteren bent. Dingen loslaat of juist voor iets aan het vechten bent. Zoveel informatie over Atlantis en over Anunnaki en over goden, maakt niet uit welk geloof we ook zijn. Oh, echt te zien hoeveel mensen in het duister hangen en leugens. Hoe ze kunnen genieten van lage energieën. Daarom allemaal hun troost zoeken en tegelijkertijd er heel erg sterk in staan, want ze hoeven de troost niet ofzo. Maar daardoor wel jou en je energie gezogen hebben. En zo gewoon aan de trauma-bonding bij wijze van spreken met je zijn. Waardoor jij een zwakte voor ze gaat krijgen. Iets voor ze gaat voelen.
je soort van een stukje van jouw hart aan hun geeft, want je hebt medelijden met ze. Ja, en die verhalen zijn natuurlijk ook zielig, maar hun brengen expres dat verhaal bij jou, om je te winnen in iets. En om dan te zien dat heel veel van hun smerigheid, dat wat ik zie mijn destiny stelen, dat mag dan iemand anders hebben. En dus tegelijkertijd doen of je heel erg zomer bent, terwijl je echt gewoon bar winter bent. En zo meer mensen bezig zijn met ons wel heel erg spiritueel, een hoger bewustzijn, andere mensen aan het helpen, zorgzaam. Allemaal met de hele groep een slachtoffer hebben. Dus ja, hoe geweldig zijn ze dan en hoe werken ze dan met hun hart? Hoe zijn ze dan met hun teamers? Hoe zijn ze dan met de paarse lintjes van verlichting die... Ja, neurologisch, psychologisch, emotioneel. Laat het gewoon zien dat ze met alles aan het spelen zijn. En daardoor is gewoon, als ze wel spiritueel zijn, dat gewoon aan het misbruiken zijn. Om er slecht mee te doen. Allemaal maar weg van de natuurlijke frequenties. Dus ook niet die vibraties omhoog brengen om steeds hoger in frequentie te komen. Nee, echt gewoon in het duister en daarvan genieten en dan stelen van anderen. En zo echt, zo worden echt de boosdoeners, de daders, die verstoppen zich achter maskers. En de mensen die wel echt zijn in het alles, die worden maar neergezet, lastig gevallen. En dan moet het er verwarrend uitzien ofzo. Terwijl als je luistert wat er verteld wordt... Maar is alles zo kunstmatig, zo artificial intelligent ook blijkbaar op dat internet. Hangen mensen allemaal in bijgeloven en geloven ze ook gewoon alles en iedereen? Of moeten ze trouw iets volgen omdat ze een cultje of een geloof aanhangen of zo? Maar om alles te zien wat bezig is, wat voor mij zo duidelijk is, wat voor Sandra bijvoorbeeld ook heel duidelijk was. Wat ik ook met de e-mails die ze daar weer stuurt, meteen weer belachelijk maakt. Maar dat belachelijke weer uit te gummen is als je de lijf ziet dat ze bij Dennis Osserman was. En zo alles zorgen voor mijn tante. En zo alles aan elkaar te koppelen is en het geheel naar voren kan komen. En dat ik echt niet de enige ben die kan analyseren. Dus echt heel duivels moet zijn. Mensen echt los van God zijn. En daarom ik helemaal geen blad meer voor mijn mond hoef te nemen. Echt overal mijn licht op kan schijnen. En is het echt gewoon wat het is. Willen ze iedereen maar in dat 2-3D houden ofzo. Ondertussen zuigen ze iedereen wel met hun dromen en gedachten in dat 4D. Op dat beeldscherm waar ze naar kijken. Een plaatje zien, gepraatjes horen. En dan in hun hoofd ook. Gebeurt het ook echt allemaal of zo? Gaan ze er nog gevoelens bij stoppen ook? Denken ze allemaal dat ze. Ze zijn in 3D, 2D. Met hun hoofd in 4D, met hun gevoelens bij 5D. En daardoor denken ze dat ze zich in 6D aan het bewegen zijn. Zijn ze slechts met een of andere demon, bij wijze van spreken. Met Fata Morgana, wat maar geen vorm kan krijgen hier, omdat hun vibraties zo laag zijn. Daarom verandert er ook gewoon niks. Dat is gewoon waarschijnlijk ook hoe Atlantis helemaal kapot gemaakt is. Dat is hoe Sodom en Gomorra met al de seksenergieën. Wat misbruikt werd en waar overal weer haat en zo op kwam. Wat expres ook gewoon gecreëerd werd. Maar ja, uiteindelijk komt wel de gerechtigheid. Komt wel die hamer van God eroverheen. Moet iedereen maar bij zijn ziel en ook een kwaad ingetrokken worden. Mensen gewoon hun karma aan het uitsmeren. Andere mensen weghalen van dromen en manifesteren. Moet iedereen maar wakker zijn, alert, luister naar mij. Luister naar ons. Hier van die oogkleppen die paarden dragen op. En kijk daar.
Ja, jij vindt ik ook. Hoe dan? Ja, omdat je niet ook er langs kijkt, niet verder kijkt, niet het acteer ziet, niet snapt dat je zo boos of bang moet zijn. In plaats van er gewoon om lachen, niet meedoen aan die gekkigheid en positief gaan doen. En iedereen die in het, met zijn licht in het donker komt, allemaal leegzuigen, alles kapen, alles haten. Als een of andere basisschool pestkop niveautje eromheen gaan hangen. En iedereen maar doen of ze wakker zijn. Niemand die bij zijn werken persoonlijkheid komt of karakter. Nee, allemaal maar iets willen uitstralen. Niemand dus bij wie de pijnappelklier ook echt geactiveerd gaat worden. Dus bij niemand dat iets gaat vloeien, het lichaam instroomt, uiteindelijk dus ook je lichaam intrilt, je thymusklier, bij je mildachtig daro ook iets aanzet, waardoor je de kosmische energie, het licht, niet alleen maar gedachten zijn, maar ook de gevoelens, die koppeling daartussen, hè, upgrade naar je thymus, die verbinding met je hart, met het spreken wat je doet. Ja, willen ze je de mond, alle demonen willen je weer de mond snoeren. Of ze horen iets moois wat ze ook graag willen verkopen, want dan kunnen ze er geld mee verdienen of zo. Is er allemaal niemand die anderen wil helpen? Het draait alles om geld. En hun die ja, lastig gevallen worden, omdat ze de spirituele weg bij God staan en de duivels, demonen dus volop eromheen hangen. Dat moet maar neergezet worden alsof het gek is. Kan alles neerzetten, hè? Van mijn jeugd tot wat hier nu speelt. Deze hele rit 2 jaar lang. Alles uitleggen aan vrienden, buren die allemaal een mening erover hebben. Zogenaamd allemaal beter weten. Veel meer praten dan dat ze luisteren. Precies weten hoe het zit. Nu niks doorhebben. En dan te zien met familie die hier toch al dingen laat zien. Hoe dat zij bepesten werkt, hoe dat gangstakken, hoe ze in mijn bewustzijn dingen proberen te doen met bedreigingen naar anderen, maar hier al in parkjes dingen voor me aan het manifesteren zijn door iets lager in een piramidetje in te zetten of gewoon een pestkopje van vroeger wat bij een of andere gangetje nu mag horen en geld gekregen ervoor of zo. Nee, is er niemand die zich overgeeft aan vrede? Niemand die aan het biechten is. Alles maar vertragen, alles maar bevriezen. Dus expansie van iedereen aan het tegenhouden zijn. Groei is gewoon niet mogelijk. Door alle blokkades, door al het haat, negativiteit. Om dan echt te zien met alles wat dan wel in mijn hart zat. Dat ik echt niet in hun hart zit. Dat het alleen maar gierigheid is. Echt erfenis aan het verstoppen. En andere mensen bewust in de lage kwaliteit. Echt de armoede in. Echt geïsoleerd. En ondertussen bezig. Met een heleboel stront uitsmeren. Leugens verspreiden. Dus iemand stuk en kapot maken. En hoe diegene zich daarop gedraagt. Dat aan alles en iedereen laten zien en leugens, verhaaltjes erbij verzinnen. En het ligt niet aan hun, gaan ze ook nog zelf de slachtofferrol in? Ligt het zogenaamd allemaal aan mij wanneer ik nu alles aan het opnoemen ben? Maar willen hun al hun traumas bij mij neerleggen en wanneer ik het teruggeef? Ja, dan is het in één keer meldingen bij GGD maken in plaats van verwarring weghalen en een DNA-test doen. In plaats van melding maken bij de politie dat er plagiaat bezig is, cyberpesten. En dat alles aan te tonen is en dat de bewijzen er zijn. Maar nee, zelfs daar weten ze weer brainfuck overheen. Illusies, liegen binnen politie waarschijnlijk dus ook gewoon. Mensen echt vriendendienstjes. Is echt gewoon één grote opruiming voor iedereen die zijn mond open doet. Alle slachtoffers van incest, pedofilie, waar erfenissen bij horen. Dat moet gewoon allemaal kapot gesloopt worden. Echt gewoon puinhoop veroorzaken. Zoals ze horen bij de negatieve alien zooitje, duivelse shit.
En iedereen die wel een publiek kan krijgen. Wat is het echt met... hoe heet hij ook weer met zijn complottenprogramma. Al die aflevering, al die informatie had ik hem ook kunnen geven. Zonder script. Om alles in te kleuren met... Dat ik ook hoe ze me wouden vormen op die manier. Een heleboel zijn acteurtjes, dus op die manier. Andere mensen die weten dat ze gepoest, gestimuleerd worden, dus zijn ook gewoon fake. En zitten er een paar bij die echt door allemaal dingen heen gegaan zijn. Zo diep naar binnen dat ze bepaalde dingen in hun DNA geactiveerd hebben. En daardoor wel... deze kijk hebben, maar wat naar voren mag komen hangt toch weer allemaal in de programmering. Van wat ik aan het laten zien ben juist van bangmaakprogramma, boosmaakprogramma. Oh, je ziet Romeo's, maar ik weet niet hoor, met al die politieke partijen. Er is genoeg oppositie, controle oppositie. Er loopt van alles van het RIVM tussendoor te dansen. Gaan overal maar grasmeiers overheen. Het is allemaal aan te tonen, waar iedereen gaat in poppenkast mee, in gekkigheid, één grote goede tijden, Big Brother. Alles is in het verleden ook al gebeurd, het is nu een herhaling, maar niemand die ziet het. Allemaal mensen die zijn gelovig, lezen de Bijbel of Koran, Torah, maar niemand die ziet het. Zij zeggen gewoon alles aan het, bewust dus aan het creëren, niemand die ziet dat. Allemaal mensen zijn mee aan het doen of doen net alsof ze het niet zien. Wil iedereen gewoon... ik heb echt iets meegemaakt met mijn witte arena. Ik heb echt dus ook iets... En anderen die hebben niks te vertellen, die kunnen niet eens meer dromen. En waar ik dan elke dag mee wakker word, dat naar voren breng... Gaan anderen dan ook weer leuk mee doen. Vinden ze wel een andere... Andere iemand die hierover praat, een ander artikel wat geschreven is, maar wel met die informatie ook is. Want uiteindelijk is alles al gezongen, dus is alles al gezegd ook. Maar nee, iedereen wil die vibraties maar heel langzaam laten gaan. Overal maar tijd aan het stelen. Maar, zie ik gewoon en weet ik hoeveel mensen weten dat ik gekopieerd word. Ook hoeveel mensen weten dat ik lastiggevallen word. Dus is het niet alleen maar in mijn bewustzijn. Weet ik zelfs dat familie weet wat er gebeurt. Weet ik ook dat ze niks aan het doen zijn. En dat ze willen dat ik in deze gekkigheid moest verdrinken. Want die erfenis die ze gestolen hebben al. Wat ze voor me weghalen aan informatie. Nee, ze willen in hun waanideeën. En alle leugens die ze verspreid hebben als dat... Naar buiten toe komt, dan worden ze er alles en iedereen uitgekotst. Gaat iedereen zien hoe smerig ze zijn? Gaan ze al die Facebook-posters waar mensen blij deden, gaan ze allemaal verwijderen omdat ze er niet mee geassocieerd willen worden? Heks met allemaal kinderen en leuk in tuinen spelen, maar ondertussen is dit wat ze met de zoon aan het doen is. Zijn er genoeg plekken op internet zoals Facebook? Waarbij mensen ook leuk gereageerd hebben. Of over een artikel gedeeld wordt. Waar ik gewoon kan reageren. Waar ik ook gewoon berichten kan plaatsen. En dan ook kan vragen van... Wow, is echt zo geweldig? Hier, al lees dit artikel eens. Maar zijn mensen gewoon mijn Armageddon bij wijze van spreken aan het creëren. Want aan de andere kant van de wereld... Zijn ze voor biljoenen of meer nieuwe... Dammen aan het bouwen, worden er hele eilanden aangelegd. Is er Ibiza, weet ik het. Overal is maar uitbouwing, overal is maar investering, overal is maar groei. Hangt iedereen, schapies hier in programma, maar hangt er een klein deeltje in een programma wat zo lang al kunnen... Wat ze al lang al zouden moeten herkennen, want je kan niet zo lang op dezelfde frequentie blijven zitten. Dan word je in die frequentie gehouden of echt dom geprogrammeerd aan het hallucineren. Of je bent gewoon geld aan het verdienen. En ben je dus gewoon aan het profiteren van die mensen die hier al in een programma aan het hangen zijn.
Ja, er hangt genoeg omheen wat zorgt dat iedereen in programma's blijft hangen. Als het niet de koning is met fake nieuws, of het niet de jongen is met zijn snuifnieuws, of met mondkapjesdeal. Of dat er iemand een trouwerij heeft, of iemand op vakantie gaat, of nu hebben we meer macht. De voorzitter die komt daarop, nou, dat kan je niet maken. Nee, maar dat soort dingen zijn ze wel allemaal expres aan het doen. Daardoor zijn ze gewoon expres mensen aan het krenten. En dan niet die mensen helpen, nee, ze in psychoses brengen. En gewoon ratten en slangen die overal tussen zitten. En dan mensen hun erfenis willen stelen. Dus alles voor het geld doen. En ondertussen is het dus echt altijd gekopieerd. En de familie doen alles alleen maar voor geld. En daarom niet die DNA-test doen. Geen politieaangiftes doen. En daarom moet ik het blijkbaar allemaal zelf doen. En komen de advocaatjes, komen de brieven vanzelf wel wanneer jij mag verschijnen voor de rechtbank.